Italië beleeft de dodelijkste dag sinds de uitbraak van corona. In Cremona, Noord-Italië, kan het lokale ziekenhuis de toevloed patiënten nauwelijks aan. Ci sono stati tanti decessi. E questo ci fa morire perché pensiamo di non riuscire a fare quello che siamo qua per fare. Curare la gente e farla star meglio. In realtà noi la vediamo morire, questo ci fa morire anche noi. We bieden u een unieke blik achter de schermen. Professor Herman Goossens is onze gast. En ook in de ziekenhuizen in ons land is het alle hens aan dek. We spraken een maag-darm-specialist die omgeschoold wordt om mee te kunnen draaien op intensieve zorgen. Ik slaap niet goed 's nachts, nee. Absoluut niet. Ik word 's nachts wakker. En het eerste dat er door je hoofd gaat, begint je te malen van wat gaat het vandaag geven. Er is een storm aan het komen. Ja. Het is woensdag 18 maart. Dit is Ter Zake. Cremona in Noord-Italië is een stadje met de allure van Verona. Bekend van zijn nougat en als geboorteplaats van vioolbouwer Stradivarius. Een verborgen parel in Lombardije. Maar tegenwoordig vooral een stadje in de frontlinie van de strijd tegen corona. We tonen u een reportage die een Italiaanse collega maakte in het ziekenhuis. U hoort de artsen en verplegers aan het woord en ziet de zware impact die het virus heeft op sommige zieken. Ci sono stati tanti decessi e questo ci fa morire perché pensiamo di non riuscire a fare quello che siamo qua per fare, curare la gente e farla star meglio. In realtà noi la vediamo morire, questo ci fa morire anche noi. Non sono solo anziani, ci sono anche persone giovani e anche le persone relativamente giovani possono andare male. We zijn in het ziekenhuis van Cremona. Dit is een van de frontlinies in de strijd tegen het coronavirus. De eerste patiënt is hier op 21 februari gearriveerd. Meteen daarna werd het eerste geval ontdekt in Codogno. Sinds die dag is niets meer zoals het was. Ho ricoverato il primo paziente del nostro ospedale il 21 di febbraio. E cosa sapevo? Sapevo quello che sapevano tutti fino a quel momento. Dopo il terzo paziente abbiamo capito che non era quello che tutti pensavamo, cioè non era una banale influenza. Questa mattina siamo a 577 pazienti Covid positivi nei due presidi, quello di Cremona e quello di Oio. A casa ci vado qualche ora di sera, dove muoio sul divano e sprofondo in un sonno che non è sonno perché mi sveglio ogni ora con gli incubi. Mi aspettano mio marito e mia figlia che mi parlano e io non li ascolto. Loro mi chiedono se li sto ascoltando, ma io non li sento. Ed è terribile. Adesso andiamo verso la terapia intensiva, la vera prima linea di questo ospedale, dove 30 malati lottano contro il coronavirus. Allora noi adesso vediamo tutti i sistemi di protezione individuale, i dispositivi di protezione individuale, quindi il camice, i calzari, la cuffia, i guanti che sono da cambiare rispetto a quelli che ha addosso, la mascherina chirurgica e gli occhiali protettivi. De patiënten op deze intensive care afdeling worden kunstmatig beademd en liggen ook op hun buik. Dat moet zorgen voor een vlottere werking van de longen en een betere zuurstofuitwisseling. Cioè, noi dobbiamo tenere conto addormentare gli ammalati e pronarli, cioè metterli a pancia in giù. E questo è veramente di notevole impegno. Malgrado ciò, non è detto che si ottengano sempre dei buoni risultati. Mi ha colpito che noi siamo impotenti davanti a questa situazione. È vero, noi siamo operatori abituati ad avere pazienti gravi, in fin di vita, ci crediamo molto. Ma questo susseguirsi così repentino di pazienti in pericolo di vita non siamo abituati nemmeno noi. È dura per tutti. Una situazione di questo tipo non l'ho mai vista in vita mia, per cui realtà. Stiamo facendo il massimo dello sforzo, soprattutto con i miei infermieri, perché poi l'aspetto, diciamo così, dell'assistenza primaria è loro. Purtroppo qua da noi
Non abbiamo ancora visto nessuno risvegliarsi. Noi abbiamo bisogno di togliere il tubo a qualcuno e di vedere che qualcuno sta meglio, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia capire che quello che stiamo facendo serve. Helaas is de overwinning in deze strijd nog ver af. En op de spoedafdeling blijven er nog altijd patiënten binnenkomen. Questa mattina, oltre ad avere i pazienti già ricoverati, nei due pronto soccorsi abbiamo qui a Cremona 59 pazienti in attesa di ricovero e nell'altro presidio, l'Olio Po, 19 pazienti in attesa pronto soccorso di essere ricoverati. Abbiamo trasformato malattia infettiva, abbiamo raddoppiato i letti, abbiamo aperto un reparto nell'arco di 12 ore, abbiamo rimodulato i vari reparti trasformandoli in reparti Covid. All'inizio avevamo così un supporto degli altri ospedali limitrofi, adesso si stanno saturando i posti un po' in tutte le rianimazioni perché abbiamo proprio la difficoltà logistica di sistemare questi pazienti, di trasferirli necessariamente. Per cui quello che mi fa paura è il domani. Op andere afdelingen is de situatie niet veel beter. Door het stijgend aantal besmettingen en een gebrek aan medicatie voeren de zorgverleners een wanhopige en oneerlijke strijd. Adesso andiamo in pneumologia, che è stata trasformata praticamente in una subintensiva di 30 posti letto, dove ci sono pazienti che fanno una ventilazione non invasiva. Sente questo rumore? Come? Il rumore. Sì, cos'è? È l'ossigeno. Quarant'anni che faccio il medico e non ho mai visto una cosa del genere. Purtroppo c'è una mortalità significativa. Mi colpisce, purtroppo, ahimè, solo le persone anziane. Abbiamo avuto anche un 23enne. Noi stiamo usando tutte le medicine all'ultimo grido, dall'antiinterleuchina 6 ai vecchi e nuovi antivirali. Devo dire che l'effetto di questi antivirali, dal mio punto di vista, è molto deludente. In afwachting van nieuw materieel en medicijnen rekent iedereen in Italië op de kracht en de toewijding van deze mensen. Vorrei che quando tutta questa lotta contro questo nemico finisce, i cittadini si ricordassero di questi medici e di questi infermieri che hanno fatto di tutto. Io ho creato un hashtag, io non dimentico. We gaan nog even naar de man die deze reportage maakte, Gian Micalessin. Good evening to you, Mr. Micalessin. You are a journalist, documentary maker, a war correspondent, in fact. This is a very different kind of war you made the report on. It's really different. It's very sad. Good evening to all of you. I mean, in my life, I covered more than 30 conflicts, and I never saw something like this. You know, yesterday I was in Nembro, a small village with less than 12,000 people, and they had 100 people killed by the disease. Every family, every single person in that village can say to know 20 or 30 people that have been killed by the disease. And tonight, the report says that in Italy we had 475 new deaths. So it means that the figures are worse than those in China. In China, we never had 475 people killed in a single day. You made this report a couple of days ago in Cremona. Do you know what the situation is there right now? And why was Cremona so, and is Cremona still so heavily hit by this disease? Cremona still is the third city for number of disease in Italy, after Bergamo and Brescia, two other cities of Lombardy. But Cremona was the first city to be affected from a big wave of people from the disease. In the first 2 days, on the 21st and 22nd of February, the hospital became completely full, and still it is. You can understand that it's a small city, 72,000 people, and now the hospital has more than 600 patients with COVID affected. And so this is really stressing the doctors, the nurses,
The nurses are crying, saying we cannot save them. They are dying under our eyes. You mentioned the figures of today's death toll in Italy. Can you say a little more about the situation in general in Italy at the moment? Well, situation is really sad because, I mean, we try to close the city, we try to close the region, but still it seems that some people don't understand the necessity to stay at home because you still see people on the street in some big city like Milan or early in the morning when the people travel. So my impression is that if we don't close totally Italy, it has been done in China, we'll never get out from this. Yeah, because that's the idea now in the whole of Europe, to flatten the curve. Italy has taken extreme measures, a lockdown, really. Are you saying it's not working? Is the curve not flattening then? It's still not working. Still people are around, and unfortunately, this is the good and the bad of a democracy. In China, you can force people to stay home, not to move around. In Italy, it's almost impossible, as in all Europe, I'm afraid. Thank you very much for talking to us. Herman Goossens, welkom. U bent professor klinisch biologie aan UZ van Antwerpen. Ja. Zeer treffende beelden vanuit Italië. U kent mensen ook die in Cremona werken. Mm-hmm. Hoe beoordeelt u de situatie daar? Dramatisch, hè? Dit ziekenhuis is een van onze ziekenhuizen waar we al jaren mee samenwerken in het kader van Europese projecten. We hebben daar een infectioloog, Angelo Pan, waarmee we al heel lang samenwerken. Dus ik wist van de verhalen. Dat is ook een van de ziekenhuizen waar men een bepaalde ronde gezegd heeft, boven de 60 kunnen we niet meer reanimeren. Dus dat is dramatisch. Ja, is dit wat ons te wachten staat? Dit staat ons te wachten als men zich niet houdt aan wat de regering beslist. Dat is duidelijk. Ik kan er daar een berekening over maken. Hè. Kijk, 5% van de patiënten die besmet zijn, worden gehospitaliseerd. Daarvan komt 1/3 terecht op intensieve zorgen, dus dat is 1,5%. Daarvan weten we dat ongeveer de helft sterft, dat is 0,75%. 0,75% van 10 miljoen, dat is 7.500 doden. Dat is het beste scenario. Als we niks doen? Als we het perfect onder controle zouden hebben, is dat het beste scenario. Op dit ogenblik is de mortaliteit in Italië ongeveer in 7%. Dus dat wil zeggen, maal 10, onze cijfers. Dat wil zeggen, als we niets doen, als we het laten lopen zoals in Italië, en als we ons niet houden aan wat de regering beslist, dan kom je op een mortaliteit van ongeveer 75.000 mensen die zouden sterven de komende maanden. Dus men moet absoluut, absoluut de maatregelen opvolgen, anders gaan we naar een drama. Ja, nu hoorde de journalist zeggen, nog onder de indruk duidelijk van de reportage die hij gemaakt had, van ja, het lukt niet met zo'n lockdown. Heeft hij gelijk of denkt u, ja... Wat China heeft gedaan, dat kunnen we niet. China heeft twee zaken gedaan. Enerzijds een soort van lockdown, maar anderzijds hebben ze massaal getest. Moleculaire testen, CT-scans gedaan, temperatuur gemeten. En al diegenen die positief waren, die besmet waren, die werden apart gezet. Dus die werden in stadiums gezet of in hotels geplaatst of zelfs gehospitaliseerd. Zodanig dat ze al die besmette gevallen uit de gezin hebben weggehaald. Waardoor dat de verspreiding binnen de gezinnen enorm naar beneden gegaan is. Gecombineerd met een social distancing die enorm was. Kun je het inderdaad onder controle krijgen. En dus hebben ze op dit ogenblik nog zeer weinig gevallen in China. Maar daarvoor is het bij ons te laat, dus dat kunnen we niet meer. Ja, en er zijn geen testen. Er wordt ook niet getest. De aantal besmette gevallen is, dat wordt er telkens bijgezet, een onderschatting. Een enorme onderschatting. Ook daar kun je een heel simpele berekening maken. Er zijn vandaag 500 mensen gehospitaliseerd. Dus dat komt overeen met 5% van de besmette patiënten. Dus maal 20. Dus je kunt ervan uitgaan dat 10.000 patiënten besmet zijn. Maar eigenlijk wat je nu ziet, is zoals naar de sterren te kijken, is het verleden. Je moet eigenlijk 2 weken teruggaan. Dus je kunt ervan uitgaan dat het zelfs nog hoger zou kunnen zijn. Kan ook wel lager zijn. Maar dus er zijn makkelijk 10.000 mensen besmet. Ja. En als je weet dat het om de 4 dagen toeneemt, dan zien we waar we naartoe gaan. 10.000 nu, dat is 20.000 binnen 3-4 dagen. Dat is 40.000 binnen dan nog eens 8 dagen, enzovoort. Maar niet iedereen die besmet is, wordt daar heel, heel erg ziek van. Dat klopt. Of merkt het soms zelfs maar. Dat klopt, maar eigenlijk is dat niet relevant. Dus 80% van de mensen zullen inderdaad
een griepje hebben, hè, zoals men altijd heeft gezegd, en dan 15% wat ernstiger, en dan 5% moeten gehospitaliseerd worden. Maar eigenlijk, het zijn absolute cijfers die tellen. Ja, zelfs en, die 5% zegt u eigenlijk van dat hele aantal is, een mogelijk gevaar voor de gezondheidszorg. Daar komt het enorm, omdat het een zeer besmettelijk virus is. Ik moet zeggen, elke dag ben ik onder de indruk meer en meer van de besmettelijkheid van dit virus. Dus dat verspreidt zich heel snel. En dus uw percentages zijn eigenlijk niet relevant. De absolute cijfers zijn heel belangrijk. Mm-hmm. Hoe kijkt u er dan naar dat bijvoorbeeld in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt wordt met kudde-immuniteit, herd immunity. Men heeft daar het idee van, we laten het virus zich een beetje verspreiden. Mensen kweken immuniteit en gaan dan zo de zwakkeren ook beschermen. Als je een lockdown organiseert, of het nu een volledige is of niet, als je daarna dat het virus zogezegd verdwenen is, weer uitkomt, heb je geen immuniteit opgebouwd. Wat weegt het zwaarst? Dat klopt, dat is heel moeilijk om die afweging te maken. Kijk, ik denk dat in China er een tweede golf zal komen. Ze hebben inderdaad mensen opgesloten in hun huizen. Ze hebben degenen die besmet waren uit de gezinnen weggehaald. Dus er is eigenlijk weinig immuniteit opgebouwd. Dus ik denk, als ze het niet geleidelijk aan terug opstarten, de scholen, de fabrieken, en dan enorm gaan testen, dan denk je dat er terug ergens de vlam gaat inslaan en dat er terug een piek gaat of een golf gaat komen. Dus waarschijnlijk weten ze dat ook wel. Mm-hmm. Hè. Ze zijn natuurlijk heel slim en ze hebben daar ongetwijfeld modellen over opgesteld. Maar dus ik verwacht toch dat er een tweede golf zou kunnen komen in China. Mm-hmm. Bij ons, ja, ik zou niet voor een lockdown, een totale lockdown, eerlijk gezegd, ik zou er niet voor gaan. Maar ik kan me ook vergissen. En ik denk, als je 10 experten rond de tafel gaat zetten, ga je 10 verschillende meningen krijgen, waardoor het zeer moeilijk wordt voor de politici om te beslissen. Dus ze hebben beslist, dus moeten we het ook uitvoeren. Het is geen totale lockdown. Hè? Nee. Op dit moment willen en ik denk het dat dat een goede aanpak is. Ik sta daar ook helemaal achter. Kijk, een totale lockdown, dat heeft een enorm impact. Dat heeft een impact op je economie. En dan zeg je, ja, maar goed, volksgezondheid is belangrijker dan economie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel zo. Maar daarna ga je wel een prijs moeten betalen. En als je dan met een zware economische crisis zit, heb je ook een enorme impact op je volksgezondheid. Dus je ziet hoe moeilijk het is om de afweging te maken. Dus ik denk dat onze aanpak een goede aanpak is. Of het de juiste aanpak is, dat gaan we pas binnen enkele maanden weten. Maar ik zou inderdaad het houden bij wat men nu doet. En vooral zorgen dat de mensen dit alsjeblieft opvolgen en dat toch wel zeer ernstig nemen. Dat het ieders verantwoordelijkheid is eigenlijk. Hè. U werkt ook in Europees verband. Hè. Hebt u het gevoel van Europa zou meer kunnen doen? Want nu zie je dus verschillen tussen verschillende landen, gradaties ook. In hoe ver ze gaan in hun maatregelen. Is daar een rol voor Europa? Of zegt u van, dat zie ik niet, politiek of wetenschappelijk? Van, daar bent u deel van natuurlijk. Mm-hmm. Die rol is er, maar... De commissie wil veel, want ik heb inderdaad ook contacten met de commissie. De commissie wil wel heel veel doen en doet ook hun uiterste best. Maar de lidstaten zijn volledig soeverein op vlak van volksgezondheid. Dus ik zie het met ledenogen aan wat er aan het gebeuren is. En vandaar dat ik zo boos was afgelopen weekend over wat er in Nederland is gebeurd en dat men de restaurants en de cafés heeft opengelaten. Goed, zij vormen een gevaar voor ons maar door natuurlijk, hun aanpak? Kijk, in Brabant, in Nederland, is er een belangrijke verspreiding. En dus mensen die op café gaan en die in restaurants gaan vanuit België, in Brabant, die gaan zich besmetten. Daar mag u zeker van zijn. Dus ja, wat is dan het effect van een beleid in België als men cafés en restaurants openlaat in Nederland, waar Belgen zich gaan besmetten? Nu, goed, de Nederlandse regering heeft dat dan ook de zondag rechtgezet. Maar dus het is wel belangrijk dat eigenlijk de landen dezelfde soorten van maatregelen zouden nemen. Natuurlijk, de situatie is een beetje anders in de verschillende landen. Maar toch, en je ziet het ook wel, hè, moet men mm-hmm. dezelfde soorten maatregelen nemen en moet men naar elkaar proberen toe te groeien, wat eigenlijk de afgelopen dagen wel is gebeurd. Maar anderzijds, goed, Frankrijk is een lockdown gegaan, de scholen zijn gesloten, bij ons niet, in Nederland ook niet. Dus ja, het blijft zoeken naar een gaande is. Maar goed, dat is een les die we moeten leren naar de toekomst toe, dat er toch echt moet samen overlegd worden over welke maatregelen men zou samen moeten nemen. Want nogmaals, het zal geen effect hebben als andere landen dit niet gaan volgen. Hoor. Mm-hmm.